Het huwelijk tussen Hein van Hazenbroek en Anderlecht kwam dit seizoen ten einde. De ex-kampioenenmaker van K-Gent kon de grote verwachtingen in Brussel nooit waarmaken, zijn ex-assistent. Bij RSCA en huidig keeperstrainer Max de Jong bleek geen grote fan van de aanpak van Hazenbroek. In La Dernière Heure doet de Jong zijn relaas, hij was een aangename man, maar als coach had ik meer verwacht, zijn wil was wet en hij luisterde niet naar zijn assistenten, ik had gehoord. Dat hij tactisch sterk was, maar veel spelers verloren zijn kwaliteiten onder hem. Hij liet beelden zien van Gent-Tottenham om te laten zien dat zijn tactiek werkt, maar de spelers van Anderlecht hadden daar geen interesse in, ze voelden zich klein na die beelden. Zijn theorie was ook te ingewikkeld, de ene week moest de speler die de hoekschop nam achter zijn oor krabben om als teken te geven dat de bal aan de tweede paal kwam en de andere week. Moest hij de bal twee keer laten stuiteren als teken dat de bal aan de tweede paal ging komen, de spelers wisten niet meer wat denken, hun hoofd stak vol instructies. Hij wilde af van Theo Doortzik, maar het seizoen nadien kloeg hij dat Theo verkocht was, hij wilde Harbawi en Telin ook niet meer, maar die scoorden wel 70 goals. Onyekuru moest hij ook niet, als hij hem had geselecteerd aan het eind van het seizoen, dan was die meegegaan naar het WK en speelde hij nadien nog een jaar voor Anderlecht, en dan Stansiu. Hij bekeek hem zelfs niet, ook al liet die ongelooflijke dingen zien op training. Bekijk ook, een discussie over hoe goed John Stones is absurd. Video van Belga.